Robots. Door mensen gemaakte machines die tegenwoordig bijna alles kunnen. Van een grote robotarm tot een mechanische Lionel Messi. U hoort het goed, voetballende robots. Tijdens de Robocup in Eindhoven neemt de plaatselijke TU het op tegen China. En ze hebben een speciale gast op de tribune, Koningin Maxima. Hoe was het om dat met Maxima te bekijken? Dat was hartstikke leuk. Het is gewoon heel leuk dat er zoveel mensen zijn die dit leuk vinden om te zien in het robotvoetbal. En met koningin Maxima erbij, dat is natuurlijk nog extra leuk. Ze heeft de robots ook echt mee aangemoedigd. Dus het was ook een leuke wedstrijd gelukkig. We hebben tegen het team uit China net met 2-0 kunnen winnen. En er zaten ook een paar mooie reddingen van de keeper in. Een paar mooie aanvallende acties. Dus het was ook een leuke wedstrijd. En hoe was het voor jou persoonlijk naast de koningin? Dat is toch wel een hele eer natuurlijk. Dus als je zo iemand uit mag leggen hoe de voetbalrobots werken, dat is echt wel een eer. Koningin Maxima had het heel duidelijk naar haar zin. Maar hou je nou niet van voetballen, dan kan je altijd nog je eigen robotband beginnen.